Geert Wilders kon bijna niet geloven dat zijn partij de meeste stemmen kreeg. Meer dan 2 miljoen mensen kozen voor de PVV. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Geert Wilders staat bekend om zijn sterke mening over de islam. Daarom zijn sommige leiders van een aantal andere partijen best geschrokken dat Wilders heeft gewonnen. Zoals Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los. In Nederland is iedereen gelijk. Je hoort erbij. Dat Wilders nu de grootste is, betekent niet meteen dat hij de baas wordt. Daarvoor moet hij met andere partijen samenwerken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met Pieter Omtzigt, die ook veel zetels won. Wat hebben we een geweldig resultaat geboekt. Of met de VVD, die de afgelopen 13 jaar de grootste partij was. Maar de partij kreeg dit keer een stuk minder stemmen. Voor ons valt de uitslag tegen. De komende tijd zullen de partijen met elkaar praten over wie met wie wil samenwerken in een nieuwe regering.